Het is weer zover. Een nieuwe maand en dus weer tijd voor een nieuwe video in de maandelijkse serie Interessante aandelen. Ook in deze video wil ik weer twee aandelen gaan bespreken om te gaan bekijken, eigenlijk om te zien of ze dus interessant genoeg zijn om toe te voegen aan je portfolio. Dus laten we snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. En voordat we naar de aandelen van deze maand gaan kijken, kijken we altijd eventjes terug naar de aandelen en de beurs in de afgelopen maand. En kijken we hier bijvoorbeeld naar de AEX. Dan zien we dat die zo ongeveer 2, 2,5% in de plus staat. Ook de S&P 500 is 1% in de plus. Het aandeel waar we het vorige maand over hadden was Barrick Gold. Die staat 6% in de min. Ja, beurzen doen het vaak wat goed, dan doen vaak... Uh, doet goud het wat minder goed? En zelf heb ik trouwens uh, na, in de week na de video van de vorige keer dit aandeel zelf ook gekocht. Een kleine min, maar ja, ik had ook meer iets, dit eigenlijk voor de komende tijd, om juist ook wat meer spreiding te krijgen in mijn portefeuille. Dat, dat is voor mij de reden in ieder geval om goudaandelen te kopen. Het aandeel wat we ook vorige maand bespraken was uh, de ETF, of de ETN eigenlijk, van ECK van over Bitcoin. Die staat 18% in de plus. Dat ja, heeft natuurlijk te maken dat Bitcoin wel flinke schommelingen heeft laten zien in de laatste maand, maar uiteindelijk dus toch bijna 20% in de plus. En kijken we naar dit overzicht vanuit Finvis, dan zien we dat in de afgelopen maand vooral uh, de techbedrijven, in ieder geval dit is de S&P 500, de techbedrijven zoals Microsoft en Google het erg goed deden met 8 en 9% in de plus. Ook Tesla deed het erg goed afgelopen maand met 20% gestegen. Terwijl we dan weer vaak zien dat de winkels en de banken en betaaldiensten wat hebben moeten inleveren. Waarschijnlijk, dus omdat corona nog steeds zo is, er nog steeds lockdowns zijn. Maar dat was dus vorige maand. Laten we nu vooral vooruit gaan kijken en het eerste aandeel van deze video behandelen. En dat is het aandeel FlatX, de Giro. En de meesten van jullie zullen dit bedrijf wel kennen, want dit is de broker die ik zelf gebruik. En ook de meeste mensen van dit kanaal, de kijkers van dit kanaal, zullen ook vaak gebruik maken van de Giro. Mocht je trouwens willen beginnen met beleggen, een account openen bij de Giro, maak dan gebruik van de link onder deze video. Dat kost jou niets, maar dat helpt wel het YouTube-kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. En afgelopen jaar heeft Flax de Giro overgenomen voor een bedrag van 250 miljoen euro. En daar heb ik ook eerder al een video over gemaakt. En nu is dus uh, ja, die combinatie Flax de Giro is beursgenoteerd. Wat ervoor zorgt dat we ook hierin kunnen investeren, dat we een aandeel kunnen kopen. Nou, waarom kies ik dan voor FedEx de Giro? We hebben de groei van dit kanaal afgelopen jaar wel gezien. Ik begon 2020 met 6000 abonnees. Ik eindig het jaar met 26.000 abonnees. Dus echt een enorme groei. Dat heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis. Dat had impact op de beurs. En heel veel mensen zijn toen, toen de beurs 30, 40% onderuit ging. In ieder geval geïnteresseerd geraakt, ingestapt, begonnen met beleggen. En ook dit jaar zien we nog steeds dat het heel erg populair is. En is de beurs dan op dit moment overgewaardeerd? Ja, misschien wel. Aan de ene kant denk ik van wel, aan de andere kant denk ik van niet. Want kijk, er is eigenlijk geen alternatief voor aandelen, zeker met zo'n lage rente niet. En aan de andere kant zouden we wel eens een crisis of een dipje kunnen krijgen, uh, juist omdat die wel overgewaardeerd is, dat tech-aandelen heel erg hoog staan, dat Biden belastingen gaat verhogen, of misschien dat juist. Uh, heel veel beleggers, dus uit tech stappen en juist naar die oude waardeaandelen weer overstappen. Nou, dat kan impact hebben op de beurs, zeker omdat techbedrijven gewoon heel erg veel. ...ja, marktwaarde eigenlijk hebben. Maar wat er ook gebeurt... ...er zal altijd in dit soort situaties veel gehandeld worden... ...en daar heeft een broker natuurlijk altijd profijt van. We hebben aan deze kant dus gezien dat er nieuwe klanten bijkomen... ...die hebben automatisch al dat ze dingen gaan aankopen... ...maar ook bestaande klanten gaan misschien het ene aandeel verkopen... ...om vervolgens het andere aandeel weer aan te kopen. En bij iedere transactie die iemand doet... Wordt daarvoor betaald en dat is dus de opbrengst. In voor in dit geval de broker uh, Fladex de Giro. En natuurlijk kijk ik ook graag naar aandelen van bedrijven, producten, diensten die ik zelf gebruik. Dus ook daarom kom ik weer bij dit aandeel uit. Dan gaan we dan kijken naar de cijfers van dit bedrijf. Dan zien we op de website al de volgende tekst staan: dat er nu uh, 1,25 miljoen klanten zijn, verdeeld over 18 landen in Europa. Dat ze afgelopen jaar 75 miljoen transacties hebben gedaan en de plannen voor 2025 zijn om naar 3 miljoen klanten te gaan en jaarlijks 100 miljoen transacties te hebben en uiteindelijk dus ook 1% van de Europese bevolking als klanten te hebben. Kijken we dan naar de groei in de laatste jaren, dan zien we eigenlijk dat dat 240.000 klanten waren in 2015 en nu dus 1,25 miljoen in 2020. Heeft er onder andere mee te maken, natuurlijk, die sterke groei dat ze de Giro ook al hebben overgenomen, een heel erg grote partij. Het gemiddeld aantal transacties daalde, dat is dan misschien wel iets minder, van 79 naar 45 per klant in 2019. Maar ook hier zien we het effect van 2020, wat de beurs heeft gedaan en dat er veel gehandeld werd. Want daar zien we in 2020 echt een piek. En dat zien we ook terug trouwens in het aantal transacties van 31 miljoen in 2019 naar 75 miljoen dus in 2020. Kijken we naar het marktaandeel van FlatX de Giro, dat is meer dan 20% in Duitsland, meer dan 40% in Oostenrijk en meer dan 35% hier in Nederland. Ze zeggen ook dat ze zelfs de meest actieve beleggers hebben, waarschijnlijk omdat het vaak wat gunstigere en lagere kosten zijn. Dus dan is het ook interessanter. Als je vaak belegt, dat de transactiekosten wat lager zijn. En behalve broker hebben ze ook een Duitse banklicentie met een Europees paspoort. Je hebt het misschien al wel gemerkt in je account bij de Giro. Dat vroeger het geld dat je niet had belegd in een geldmarktfonds stond. Maar dat dat nu op een flat-ex bankrekening staat. Dat geeft iets meer zekerheid. Um, dat staat het ook echt apart. Dus dat is een van de dingen die je ja, als voordeel als klant, tenminste, ik denk dat het een voordeel is wel hebt kunnen merken van dat nu de Giro is samengegaan met FedEx. Kijken we naar de lifetime value, oftewel wat is een klant op lange termijn waard. Nou, gemiddeld kost het minder zelfs dan 50 euro om een klant te werven, terwijl we hebben gezien eh, verder in deze presentatie dat concurrenten hier vaak 200 of 300 euro aan kwijt zijn. Een klant levert gemiddeld dan weer 300 euro per jaar op. Juist door allemaal kosten van een beurs, elke transactie die ze doen, noem het maar op. Dus de terugverdientijd is minder dan twee maanden, wat gewoon heel erg goed is. En we zien hier ook terugkomen dat het opschalen dat dat een voordeel heeft van 85 En dat is heel erg belangrijk bij het volgende, want daar kijken we naar de groeimogelijkheden. We zien hier dat in ontwikkelde landen dat daar gemiddeld 35% van de mensen belegt. In Engeland is dat 33%, in Scandinavië heel erg hoog, 50% van de mensen en in Nederland 23%, maar in andere landen in Europa ligt dat echt weer een stuk lager op ongeveer 8% en dat zijn dan landen zoals Duitsland, Spanje en Italië. Wat zou betekenen als ook daar uiteindelijk 35% van de mensen zou gaan beleggen? Dat dan nog een groei van 4 of 5 keer mogelijk is. Kijken we naar die verwachtingen die we eerder al zagen voor 2025. Ze willen dus groeien naar 3 miljoen klanten. Het aantal transacties per klant zal dalen naar iets meer dan 35 per jaar. En zoals je ook hier wel kunt zien, 2020 was dus echt wel een apart jaar. Maar het aantal klanten met die transacties per klant ook al is dat iets lager, zorgt er wel voor dat ze dus uiteindelijk naar 100 miljoen transacties per jaar willen gaan, en dat zou dan zelfs in een jaar moeten zijn met lage volatiliteit, oftewel een, eigenlijk een rustig beursjaar. Kijken we dan naar het aandeel, al staat het hier wel uh, in hun eigen presentatie gegeven. Dus dit is eind januari. Ga vooral ook kijken naar de actuele situatie. Maar hierin zien we wel dat het aandeel hard is gegroeid van 26 euro een jaar geleden naar nu 73 euro per aandeel. Ook daar moeten we natuurlijk wel rekening houden met dat de Giro is overgenomen. Maar onderaan zien we ook wat analisten verwachten. En de verwachtingen liggen zo tussen de 66 tot 78 euro. Wat zou betekenen dat bij een huidige koers van rond de 73 euro dat dat eigenlijk best wel redelijk eerlijk gewaardeerd is op dit moment. En aangezien er dus best wel veel groeimogelijkheden zijn, uh, dat er heel veel mensen willen beginnen met beleggen, natuurlijk merk ik dat met mijn eigen kanaal, maar ook met de mensen om me heen. Steeds meer mensen, jonge mensen, zijn geïnteresseerd geraakt. Aan de ene kant omdat ze zelf willen zorgen voor hun pensioen. Aan de andere kant omdat sparen dus niets oplevert. Nou, dat heeft heel Europa mee te maken. Dus het lijkt ook wel dat er ja, steeds meer klanten kunnen komen voor de Giro. Dat ze een heel erg goede positie hebben om die klanten te werven. En je verwacht het misschien niet, maar dit aandeel FlatEx de Giro is te koop via de broker De Giro. En zoals gezegd, dat is de broker die ik eigenlijk gebruik voor de meeste van mijn beleggingen. En ook de meeste kijkers van dit kanaal maken gebruik van De Giro. Dus mocht je ook willen beginnen met beleggen, wil je een account openen bij De Giro, maak dan gebruik van de link onder deze video. Dat kost jou niets, maar dat helpt wel het YouTube-kanaal. Dus dat zou ik erg waarderen. En klik ook even op het duimpje onder deze video, zodat ik kan zien dat je het een leuke, interessante video vindt. Daarmee help je het YouTube-kanaal, want deze video wordt dan aan meer mensen aangeraden. Daarmee help je dus het kanaal. En dat zou ik fijn vinden, want ik ben sinds deze maand fulltime YouTuber. Het is altijd fijn, omdat ik hier steeds meer afhankelijk van ben natuurlijk. En wil je nou in de toekomst ook geen video meer missen? We hebben inmiddels al bijna 30.000 abonnees, maar dat zie ik natuurlijk nog graag verder groeien. Uh, ik maak elke week ongeveer drie video's over investeren, uh, persoonlijke financiën of passief inkomen. Dus klik even onder de video op abonneren, eventueel op het bel-icoontje om nooit meer een video te missen, maar dan gaan we nu door naar het volgende aandeel en dat is de Accelgroep en de video is een beetje aan de lange kant, maar ik wil het toch even heel kort toelichten, of in ieder geval bespreken dit aandeel, onder andere ook omdat ik regelmatig de vraag krijg van, Ruud, hoe ontdek je nou een aandeel, hoe kom je daarbij uit? Nou, aan de ene kant kan dat zijn via andere YouTube kanalen, Engelstalige kanalen waar het besproken wordt, waardoor je automatisch gaat kijken naar het aandeel als het interessant is. Het kan ook zo zijn dat je het via de community uh, hoort, via onze eigen community, via reacties onder een video of via berichten op Instagram bijvoorbeeld. Maar heel vaak uh, heb ik natuurlijk ook dat ik nieuwsberichten tegenkom. En dat ik daardoor juist op zoek ga naar een aandeel wat daarbij past. En wat ik de laatste tijd heel erg heb gemerkt, is ik was zelf op zoek naar een mountainbike. Ik ging part-time werken en ik wilde graag nog wat actiever zijn. Wat buiten komen ook heel belangrijk. Maar heel veel mountainbikes hadden een heel erg lange levertijd. Dat was al eind 2020, maar dat is nu nog steeds zo. Ook nu nog steeds heb je echt sommige populaire modellen... die pas aan het einde van dit jaar leverbaar zijn. Maar ook via collega's hoorde ik dat, dat gewone elektrische fietsen... als je die ging bestellen, dat, dat je daar rekening moest houden met een lange levertijd. En toen kwam ik van de week dit artikel tegen... waarin staat dat bijna 1 op de tien Nederlanders koopt dit jaar een elektrische fiets. Vervolgens heb ik wat meer nieuwsberichten bekeken... Uh, want je ja, moet niet uitgaan van één nieuwsbericht, kijken of er wat meer te, te vinden is over e-bikes en dat soort dingen. Dus we zien dat de markt voor e-bikes dit jaar met verwachting tussen de 12 en 15 procent gaat groeien. In een ander bericht zien we dan ook weer dat uh, de gemiddelde verkoopprijs van een e-bike ieder jaar weer stijgt. Dat was 1877 euro in 2018 en dat is 2191 euro geworden in 2020. En hier zien we ook staan dat pas eigenlijk 30% van de potentiële kopers een e-bike heeft. Dus er is nog 70% van de markt die ja, een e-bike misschien wel uh, zou willen hebben. En kijken we dan naar de populaire merken. Dan zijn dat Gazelle en Sparta met allebei 16% marktaandeel. Stella heeft 12% en Batavis heeft 9%. Nou, wat googelen levert eigenlijk op dat Gazelle niet beursgenoteerd is en Stella ook niet. En dat de merken Batavis, Sparta, Koga, Babu onderdeel zijn van de Accel groep. Dat is wel beursgenoteerd en ze hebben ook heel veel informatie op hun Investors Relations website staan. En even snel gekeken bij Simply Wall Street zegt ook dat ze eerlijk gewaardeerd zijn op dit moment. En voor dit aandeel ga ik dan even niet de cijfers en zo bekijken zoals ik bij het andere aandeel wel heb gedaan. Ik zeg ook altijd, doe zelf goed je onderzoek voordat je een aandeel gaat kopen. Kijk of het interessant is. En zoals gezegd, op hun website staat ook heel veel informatie. En via andere websites, die zal ik trouwens onder Deze video linken kun je al deze informatie vinden. Dus mocht je dit ook ja, interessant klinken, het lijkt dus op dat het heel erg populair gaat worden dat de verkopen van elektrische fietsen dit jaar weer flink gaan stijgen, flink gaan toenemen. Dan zou je dus naar dit bedrijf kunnen kijken, naar dit aandeel kunnen kijken. En dan heb ik dus de vraag aan jou van wat vind jij van deze besproken aandelen? Vind je ze interessant en ga je meer onderzoek doen? Heb je ze misschien zelf al in bezit of heb je ze juist? Eh, geen reden om ze te gaan kopen. Laat dat soort dingen vooral weten in de reacties onder deze video, zodat we elkaar kunnen helpen. En ik zit nou te denken, misschien kan ik ook wel later in deze maand. Wel, het aandeel axelgroep uh, nog eens een keer uitgebreid bespreken in een aparte video. Dan hebben jullie ook de tijd om zelf je onderzoek te doen, kijken wat jij tegenkomt. En kun je eventueel later in de maand in die video dus een vergelijking maken met het onderzoek dat ik heb gedaan. Wat ik ben tegengekomen en hoe ik over het aandeel denk, zodat je dan misschien wel meer informatie hebt. Uh, en ook kunt vergelijken. tussen het onderzoek wat je zelf doet of waar ik op let. Als dat nou iets is wat je interessant vindt, laat ook dat weer wederom weten in de reacties onder deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even dat duimpje omhoog, want dat helpt het YouTube kanaal. Want meer mensen krijgen dan deze video ook aangeraden. En wil je zelf geen video meer missen? Klik dan op abonneren onder het YouTube kanaal. Uh, klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.